Leuke tocht. Ja. Wat heb je en gedaan? En pieren hebben wij. We hebben veel vlaggetjes verzameld. Het was wel een beetje kort. En eigenlijk, Lenny was een beetje te snel gegaan. Ja. Elias, wat vond jij ervan? Dat is niet te snel. Jammer dat we niet nog één moesten vervullen, maar ik weet niet waren. Oké. En Lenny? Wat zit jij nog aan het doen? Ja, ik doe de andere. Hier blijft hij. Oké. Wij zijn van TV Nijlen. Vertel eens, hoe was jullie tocht? Goed. Goed. En verder? Ja, makkelijk. Wat heb je moeten doen? Niks. Ja, dieren moeten zoeken. En wij hebben er twee. Er twee. Wat hebben we nog gedaan? Vlaggetjes sokken gevoeld. Gevonden. En heb je lang moeten zoeken om de weg te vinden? Nee, dat was heel makkelijk. Vertel. Het was heel makkelijk om de weg te volgen. Woe, die smaak. En we hadden heel veel plezier. Ja. Veel plezier, fantastisch. Ik zal het even laten zien. Even laten zien? Een pissebed. Een pissebed. Dag, wij zijn van TV Nijlen. Wat vond u van de tocht? Ja, leuk. 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 Wat heb je moeten doen? De vlaggetjes gevolgd. En deze bommetjes zoeken. En hebben jullie die gevonden? Ja. En wat hebben jullie daar gevonden? Hebben jullie een vlag gevonden? Ja, en we hebben ook daar een rode vlag gevonden van een andere groep die ze waren vergeten om op te nemen. Oké. En hebben jullie stokken mee? Dat is niet eerlijk! Ja. Was het leuk? Ja, we hebben stokken mee. Was het leuk? Ja. De tocht. Zou je nog eens willen doen? Ja. Oké, dankjewel voor dit interview. De blauwe, de goedemiddag, goedemiddag. We zijn van TV De Kleine Wereldburger. Vertel eens, was het een leuke tocht? Ja, veel te kort. Ja. Wat hebben jullie moeten doen? Vlaggetjes verzamelen en stokken zoeken voor het kampvuur. En is dat gelukt? Ja, ik heb er één gevonden. En heb je genoeg één maar? Wow. En jullie? En diertjes? Nee. En de vlaggetjes? Ja, die hebben we. Allemaal. Ook bij de boom? Ja. Ja. Zou je dat nog wel eens willen doen, zo'n tocht? Ja, dat zeker. Lang. Ja, met in bomen klimmen. We zullen het vertellen. Met in bomen klimmen. Ja. Oké, dankjewel voor het interview.